Dit is Augustus maand en dit is vrouwen maand. En ik wil vanochtend focus op Edsel Wauzo se boek Women, the Secret Weapon of God. Hij staat stil bij Genesis 3, waar God Satan beloofd heeft dat die vrouw in haar zaad zijn kop zal vermorsel. Nou, hij zei dat dit is Satan zijn grootste vrees, dat die vrouw precies moet uitvinden wat haar identiteit in Christus is. En dan staat hij stil bij die vrouwse wispelturigheid. En hij zei dat, als ons mooi daarna kijkt, is die vrouwse wispelturigheid God se strategie, zodat Satan nooit precies al weet waar hij met die vrouw staat. Zo so vanochtend kom sien ek jou met hierdie inzicht, my en jou wispelturigheid, is God se strategie, dit is eindelijk goddelijk. Dit is net nie een verskoning vir swak gedrag nie, maar is goddelijk. En ek wil jou vanochtend bemoedig, as die mens die kroon is van God se skepping, dan is ek en jy as vrou die juweel in daardie kroon.